Vanmiddag streden de Eindhoven Kemphanen en Hijshockey Den Haag om de eerste finale plek voor het Nederlands kampioenschap. Beide ploegen waren naar Heerenveen te komen om zich te kwalificeren. En het was Den Haag wat snel begonnen en het kreeg vroeg in de wedstrijd een penalty shot. Het penalty shot werd gemist door Stees van Bentum en daardoor bleef de stand nog lang 0-0. Na 17 minuten en een beetje spelen was hier de rebound weggegeven door Denise Mol. En dan was Joey Oosterveld als de keeper erbij om de 1-0 aan te tekenen voor Hijshockey Den Haag. Hier zien we de Chris Eimersen manschappen nog eens een keer aanspreken dat het ietsje beter moet om de overwinning over de streep te trekken. Maar dan is het Danilus Nomanovas met een schitterende beweging. Zet zich alleen voor doelman Fabian Schotel. En rond dat dan subliem af voor de 1-1. Daarna deed Den Haag er een stapje bij. Het kwam in een 4-4 situatie op een 2-1 voorsprong. Wederom was het Joey Oosterveld die zijn tweede maakte van de middag. En daarna ging het snel. Er werd een rebound weggegeven en daarna was het Stees van Bentum die daar goed van profiteerde. Hij bracht Den Haag op een 3-1 voorsprong en herstelde daarmee een beetje zijn gemiste penalty shot. In de derde periode was het de Eindhoven Kemphanen die wel vol de aanval zocht. Hier het schot van afstand, maar daar heeft dan Fabian Schotel een goed antwoord op. Aan het eind van de periode was het nog wel een doelpunt van Jasper Kik. En hij bracht daarmee de eindstand op 4-1. En daarmee mag Hijshockey Den Haag blijven hopen op het Nederlands kampioenschap. Dames en heren,